Eindelijk is het zover. Ik heb mijn terrariumkamer echt geüpgraded. Ik heb 6 nieuwe bakken gebouwd van de zomer. En ik ga jullie nu laten zien hoe het is geworden. Dus ik hoop dat jullie het ook net zo vet vinden als dat ik het vind. Dit is de grootste verandering die heeft plaatsgevonden. Dit zijn de 6 nieuwe bakken. De stelling van 1,5 bij 50 bij 50. Centimeter en 2 bakjes nog van 1 meter bij 50 bij 50, met daarbovenop nog wat oude bakken. Hier staat nog een stelling, hier nog een kast met een leeg terrarium, daarboven allerlei kleine bakjes en dan hebben we daar nog wat opslag, hier nog 4 bakken en daar nog de grote bak van de Veraan. Ik ga jullie gewoon eventjes alles weer laten zien. Er zijn wat dieren weg. Er zijn geen dieren bijgekomen, ja, een paar, maar die zijn dan in plaats van dieren die zijn overleden, bijvoorbeeld mijn bitspringhaan. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We beginnen hier zo, ik zal de dieren ook eventjes voorstellen. Nou, je ziet hier zit hij. Ik zal hem eventjes wat beter laten zien. Dit is Max en Max is een melkslang. Daar zit hij verstopt. Onder de waterbak een half. Max is echt een hele mooie melkslang. En ja, je ziet het, heeft een hele grote waterbak. Dat komt omdat Max het fijn vindt om in water te liggen. Het is niet echt typisch iets voor melkslangen, maar goed. Hij vindt dat nou helemaal fijn, dus dan ben ik blij dat ik het mag aanbieden. En ja, dit is zijn bak. Het is 90 centimeter lang, 60 diep en 40 hoog. Ja, een warmtelampje erin. En nou, dat is het eigenlijk. Ja, wat moet ik er verder nog over zeggen? Max is nu 4 jaar oud ongeveer. Kijken of ik hem ook mooi in beeld kan krijgen. Ja, wat jullie nu zien, dat doet hem niet echt recht. Hoor. Hij is echt super mooi. Prachtig mooi gekleurd. Hierboven, daar is nog een lege bak. Die moet ik nog eventjes schoonmaken. Net als bovenop de kast. Hè. Een lege bak moet ook nog even schoon worden gemaakt. Maar overmorgen is de beurs. Het is nu de vrijdag voor de beurs. En nou, er komt vanzelf wat nieuws in. Hetzelfde geldt voor deze. Ik ga jullie dat vanzelf laten zien. Hier heb ik mijn hoornkikker. En mijn hoornkikker die heet Herman. En Herman die zit daar keihard te chillen. Oh, ik kan net niet met mijn camera ertussen. Dat is wel jammer. Dan maken we hem gewoon eventjes open. En superleuke soort. Eigenlijk zijn ze niet zo heel actief. Dat is wel jammer, maar met eten zijn ze wel heel erg leuk om te zien. Dit is zijn verblijfje. Het verblijf is 40 bij 40 bij 30, geloof ik. En ze hebben niet zo heel veel ruimte nodig, want ja, ze doen eigenlijk dus niks. Zit lekker ingegraven in de modder. Als met mijn vinger dichtbij komt, dan probeert hij die te pakken. Kijk. Eten echt alles wat voor de bek loopt. Echt alles. Maar dat maakt het wel een leuke soort. Gaan we naar de volgende. En dat zijn allemaal jonkies hier zo. Dit is een... laat ik mijn luipaardgekko's in opgroeien. Dus ik heb hier nog wel een bijzondere. Laat ik die wel eventjes zien. Misschien dat ik deze ook wel hou. Want het, ja, het is wel een veel aparte. Deze die is namelijk geboren met een scheve staart. Maar hij doet het verder super goed. Hij is ook echt best wel leuk. Ja, hij is nu natuurlijk een beetje schrikkerig, maar het is verder een hartstikke leuk beestje. Kom eens, ga ik jou even laten zien. Kijk eens. Schattig, hè? Dus ondanks dat hij die afwijking heeft met zijn staart, redt hij zich prima, eet goed, drinkt goed enzovoort. Dus misschien dat ik die wel hou. Ik heb er toch wel een speciaal iets mee. En ik heb nog 5 andere, dus mochten jullie nog een luipaardgekko of iets willen overnemen, dan kan dat. Ik heb geen speciale kleurslagen. Ik heb gewoon alles. Wildkleur of tremper albino. En verder niks bijzonders. Dus eigenlijk voor degenen die niet willen kweken, zijn dat hele leuke diertjes. Nou, hier zitten de bitspringhaantjes in. En je kan hem hier een beetje zien. Kijken of dat lukt. Ja, er staat een bak licht natuurlijk hierboven. Maar daar is die. Lastig te zien. Ze zijn super snel, dus ik doe het niet met de camera in de hand beter laten zien. Maar ze groeien goed en ja,
leuke soort, wordt nog een stukje groter. En dit is natuurlijk uiteindelijk de bak waar ze ook in komen. Maar als ik hem er nu in doe, dan vind ik hem steeds weer niet terug. Dus vandaar dat ze nu nog in een kleiner bakje zitten. Hier hebben wij een miljoenpoot. Ergens verstopt, waarschijnlijk onder het hout. Een heleboel springstaartjes, kijk, daar is die. En nog een wat kleinere reuzenmiljoenpoot. Wordt ook nog een stukje groter. Je ziet heel veel springstaartjes. Maar ja, dat hoort er een beetje bij, hè. Het zijn mooie schimmeletertjes. Dus. Dan hebben we ook in zo'n bakje hier een heterometrus soort. Een schorpioen. Als het goed is het een heterometrus petersie. Voor degenen die niet weten wat die wetenschappelijke naam inhoudt, dan is het volgens mij een Thaise bosschorpioen, maar dat is meer een verzamelnaam. En ja, die komt uiteindelijk in deze bak. Dus dat is wel echt super mooi. Waarom doet hij het niet? Ja, de camera bleef een beetje blurren. Maar hier in deze bak komt hij, daar hebben de luipaardgekkers in gezeten. En de luipaardgekkers gaan we zo zien, die hebben een upgrade gehad. En nou, daar kan de schorpioen straks mooi genieten. Dan hebben we hier een hele mooie bak. En dit is de nieuwe bak van de haakneusslang. De haakneusslang die zat in deze bak van 40 bij 40 bij 30. Die zit nu in een terrarium van 90 bij 40 bij 50. Dus die heeft een mooie upgrade gehad. Daar ben ik echt heel blij mee. Alleen ze doet het de laatste tijd niet zo heel erg goed. Hier is ze trouwens. Daar is ze. Ze heet Hanna. Hanna die doet het de laatste tijd niet heel goed. Eet slecht. Gelijk mijn tip. Ik heb Hanna voor 25 euro op de beurs gekocht. Natuurlijk veel te goedkoop. Lekker naïef was ik. Ik dacht van, oh, dat is een mooi koopje, neem ik mee. Maar ja, at slecht en ja, doet dat eigenlijk haar hele leven al. En is daarom ook eigenlijk niet zo heel erg groot. Maar ja, ik begon ook echt met kikkertjes, zeg maar. Of muisjes die tegen kikkertjes aan te wrijven voordat ze gingen eten. Nou, en dat lukte het. Ik zal even kijken. Dat is wel even iets beter te zien. Hallo. Dus heel erg geïnteresseerd. Het is een dagactieve soort. Dus dat maakt het ook wel heel leuk. Ja, nou, dat is een mooi beeld. Ja, je ziet, het is niet de grootste, het is niet de dikste, maar ze redt het wel. Maar ja, hij heeft af en toe even wat hulp nodig met eten. En in ieder geval een mooi verblijfje. Ik ben ook wel gek op dit de snake bedding, trouwens, die bodembedekking. Ideaal. Je ziet al, hè, er zitten allemaal gangen in. En haakneusjes, die vinden het super leuk om. Nou, om te graven, daar hebben ze niet voor niets zo'n neusje voor gekregen. Dus ja, ze kan zich overal op de bodem dan verstoppen. Nou, dan hebben we deze bak. Ik zie mezelf in de weerspiegeling. We hebben deze bak. Dit is een bak van een meter bij 50 bij 50. En hier zijn de luipaardgekko's nu naartoe gegaan. Hier zien we het mannetje. En ze zijn nu wakker. Ik heb de lamp trouwens uit bij de luipaardgekko's, want ik weet niet of jullie dit kunnen zien. De 27,2 graden. Dus het is hier warm zat. Als ik de lamp erbij aanzet, dan wordt het al gauw te warm. Want zij worden ook nog eens verwarmd door het terrarium hieronder. Dus in het terrarium is het echt goed op temperatuur voor ze. Zeker hier zo, deze plek. Hier zitten dus nou drie luipaardgekko's in. Mannetje, twee vrouwtjes. En zolang het mannetje de vrouwtjes niet te veel lastig valt, laat ik die erbij zitten. En anders gaat dit kereltje even ergens anders heen. Kan een ander terrarium zijn. Of een andere curvebak waar die gewoon genoeg ruimte in heeft. Dus dat. Net was die trouwens, voordat ik begon met filmen, was die eventjes hier wat vitamines aan het oplikken. Hè? Dat is echt ideaal met luipaardgekko's. Die kunnen gewoon zelf naar behoefte vitamines oplikken. Heel handig. Je heet trouwens, ja, dit is het mannetje, die heb ik geen naam gegeven, maar dit. Ik heb Lizzie 1 en Lizzie 2. Dit is dus, ja, Lizzie 1. En Lizzie 2, die, die zie je. Daar is ze. Ik denk, wat gebeurt er hier allemaal? Het is normaal gesproken natuurlijk gewoon bedtijd voor ze. Die zijn dus wel nachtactief. Maar ja, dan komen we nu bij het eerste nieuwe terrarium. En deze dieren die hierin zitten hebben ook een upgrade gehad. Die zaten namelijk in deze curvebak. En die zijn nou naar een mooi terrarium gegaan. De terraria die zien er trouwens nog best wel leeg uit, dat klopt. Ja, ik moet nog even wat meer spulletjes verzamelen. Ik denk dat die hieronder zit. Yes, prachtig mooi diertje. Dit is een variabele koningsslang. Dit is mijn vrouwtje. Ik heb ook nog een mannetje, die ga ik jullie zo laten zien. Die zit namelijk hieronder.
En het leuke van de variabele koningsslang is dat als je die kweekt, dan, ja, de naam zegt wel variabel. Dus ze kunnen echt in allerlei kleurtjes kunnen ze uitkomen en allerlei patroontjes. En ja, dat vind ik dus eigenlijk wel heel erg leuk, zonder dat het echt iets genetisch is. Maar die heeft een mooi upgradeje gekregen. En die hieronder, het is dan het mannetje. Kijken, die heeft gisteren nog gegeten. Dus kijken. Dit is het mannetje. Die mooi te zien is zo. Even iets dichterbij. Zo. Lastig filmen zo en kijken tegelijk voor mij. Ja, mooi dier, hè? Prachtige streepjes. Dus ik ben heel benieuwd als ik die ga kruisen wat voor moois daar uitkomt. En nou, ook die heeft echt een flinke upgrade gehad, hè? Vanuit die curvebak naar dit. Zo. Dus dat zijn de twee nieuwe bakken al. En dan heb ik hier nou de stelling met vier nieuwe bakken. En ik begin even bovenin. Ja, dat is wel het enige wat ik nog moet hebben, is een krukje. Want kijk, als ik zo mijn hand omhoog hou, dan kan ik wel alles laten zien. Maar ik kom er vrij lastig bij, ook met waterbakken schoonmaken en zo. Maar ik klim even op de tafel die ik hier heb staan. En dan zien we hier Peter. Peter is een koningspython van 6 jaar. Maar hij is een vrij klein mannetje. Weegt zo'n 700, 800 gram zo'n beetje. Eet wel goed. Wil geen ratten, wil alleen maar muizen. Maar goed, dat ja, vind ik op zich niet zo'n probleem. En voor presentatie is hij wel heel leuk, want kleine kinderen die vinden dit gauw al wel prima. Om Peter vast te houden. Dan hebben ze liever Peter dan Petra, die ik jullie zo gaan laten zien. Maar die zat dus in een bak van 90 bij 50 bij 40 en is nu gegaan naar 1,5 meter bij 50 bij 50. Dus die heeft flink wat meer ruimte. De bak is ook nog wel weer kaal, maar ja, moet gewoon meer takken en zo gaan halen. Maar ze hebben een mooi upgradeje gekregen. Gaan we nu naar eentje, die heeft trouwens net gegeten, die eet alleen levend. Even kijken, die zit daaronder. Ook deze heeft weer een bak van 1,5 meter bij 50 bij 50. En die zat ook in een bak van 90 bij 40 bij 50. Kijken, het is echt super mooi, hè. Net een ratje weggegeten, een half was rat. Nou, dit is Stevie. Stevie is mijn oogloze koningspython. Dus dat betekent dat hij geboren is met een afwijking waardoor hij geen ogen heeft. Wordt dus ook niet meegekweekt, maar is gewoon een heel mooi diertje om te zien. En ook heel mooi als ik die meeneem naar presentaties, dan kan ik heel mooi vertellen dat hij zonder ogen, ja, die kan heel mooi met zijn tong nog proeven. En dan kan hij de wereld om zich heen mee verkennen en met zijn warmtegroevers. Kijk, daar komt hij. Nou, is het alleen van belang dat hij niet mijn vingers ziet. Want ja, hij voelt dus de warmte en op basis van die warmte gaat hij happen en hij bijt dus ook wel eens. Ga voorzichtig hier weer terug kijken. Ja, dan gaat hij zijn kopje weer terug doen. Dus ook die heeft een hele mooie upgrade gehad. Mooie grote bak geworden. 1,5 meter. Zo. Oh. Dingetje valt op de grond. Die gebruik ik voor sommige terraria. Om ze mooi dicht te doen. Mooi goedkoop maniertje om nou, zorgen dat de bak dicht blijft. Dan hebben we een wat grotere koningspython. Dit is dan Petra. Dus, ik heb 3 koningspythons, dit is mijn laatste. Petra moet vervellen, je ziet dat de bak beslagen is. Ik heb vandaag al even gesproeid. Ik zal even de andere kant open doen. Want ja, ze moet vervellen, dus de luchtvochtigheid moet dan ietsjes hoger. Oh, hier is ze al. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar zij is echt ja, best wel groot, 1,5 meter wel. En ja, ook een super rustig diertje. Heel mooi, doet het ook leuk met presentaties. Kan makkelijk meenemen. Geeft het wel ook heel mooi aan als ze er geen zin meer in heeft. Dan gaat ze gewoon sissen. Dan blaast ze zich een beetje op. En dan weet ik van oké, nou, die gaat weer weg, want die heeft er geen zin meer in. Nou, de laatste bak van 1,5 meter bij 50 bij 50. Daar zit mijn stierslang in. Die heet trouwens Sam. Oh, hier is die. Kijk. Ik moet een beetje uitkijken voor mijn vingers.
Want ik weet niet of jullie de stierslang kennen. Maar stierslangen die, die kunnen nog wel eens wat chagrijnig zijn. En deze wordt al best wel lang. Ik denk dat die nu wel 1,30 meter zo'n beetje is. Nou, die heeft ook een verblijf van 1,5 meter bij 50 bij 50 nu. En die zat ook in een meter bij 50. Of nee, die zat in 80 bij 50 bij 80. Dus die heeft ook een flinke upgrade gehad. En doet het hier hartstikke goed op. Super mooi zijn ze. Dagactief ook vaak. Dus ik zie hem veel. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Ik hoop niet dat jullie horen dat mijn honden beneden aan het blaffen zijn. Goede waakhonden blijkbaar. Ja, ik zal naar de volgende bak gaan. Hoppakee. Niet vergeten dat ding er weer tussen te doen. En dan heb ik hier een hele grote bak. En die bak die heb ik voor de flappentakken. Tenminste, ik zeg flappentakken, maar... er zit er nog maar eentje. Ze zit daar helemaal bovenin. Er zit een flappentak. Hij heeft een hele grote bak voor zich alleen. Dit is een bak die is 80 centimeter breed, 60 diep en een meter hoog. Maar goed, er zitten hier nog heel veel eitjes in. Ook van de reuzenwandelende takken. Daar heb ik wat eitjes van gekregen. Die zitten hier ook nog ergens in de bodem. Die heb ik er gewoon ingegooid. Dus een prima bakje voor één flappentak in ieder geval. Oh ja, en er zitten hier heel veel pissebedden. Moet je kijken, dit is echt heel grappig. Ja, dit is natuurlijk wat voedsel. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar ze kruipen aan alle kanten. Nou ja, mijn pissebedden, die zitten hier dus in. Hieronder zitten vaak heel veel pissebedden. Regenwormen zitten er ook best wel veel in. En die voer ik dan af en toe weer op aan de andere diertjes. Bijvoorbeeld aan de hoornkikker. Nou, dan hebben we hier een bak. Ja, die is nog leeg. Ik heb al wel plannen voor deze bak. Overmorgen is de beurs. Ik ben heel benieuwd of ik de dieren die ik graag zou willen, of ik die ga tegenkomen. Ik hoop het echt wel. Het zijn diersoorten waarvan ik niemand ken dat ze die hebben. Maar ze worden wel eens gehouden. Die wil ik hierin hebben. En wat het dan is, hou ik nog eventjes voor mezelf. Maar denk jij het te weten? Laat het eventjes weten in de comments. Dit is de oude bak van Jemen Chameleon. Ik kan jullie wel vertellen, het is geen chameleon wat hier dan in gaat komen. Nou, hier heb ik een bak, daar zat de melkslang in. Die is nu dus een mooi grote verblijf gekregen. Heb ik nu gewoon even de agaatslakken ingedaan. Gewoon nog in de oude vieze bak van de melkslang. Agaatslakken die zaten ook bij de flappentakken in. Maar dat ging niet zo heel erg lekker. Vonden het niet zo chill daar zo. Dus die zitten nou hier heel eventjes. Maar ik denk dat ik overmorgen nieuwe dieren ga halen hiervoor. En dan doe ik ze verder in de curve. Gewoon in de hoge curve. Want daar deden ze het voorheen ook altijd heel goed. Voordat ik ze bij de flappentakken in deed. Dus die heb ik ook nog. En dan hebben we hier mijn wimpergekko. Die heb ik... ooit eens een keer de naam Willem gegeven, maar dat bleek niet goed te zijn, want ze legt eitjes. Ze heeft vorige week trouwens nog eitjes gelegd, daar in die pot. Dat heeft ze dan een beetje leeg gegraven, heeft ze eieren in gelegd. En dit is dus het verblijf van mijn wimpergekko. Het is niet heel spannend, genoeg schuilplekjes, ik weet ook niet waar ze nu zit. Maar op zich, hier zit ook wat. Oh, er zit een mooi kevertje. Ja, als ik meelwormen heb gevoerd, dan wil er nog wel eens eentje in blijven zitten, verstoppen en dan uitkomen. En dan eten ze heel graag van de voeding van de wimpergekko. Dan vinden die kevertjes vinden dat echt heerlijk. En ik laat ze er gewoon in zitten. Ik heb er geen last van. Dus. En dan gaan we nu naar het laatste terrarium. Dat is ook het grootste terrarium wat hier staat. 2,5 meter. En daar zit deze jongen in. Ja, dit is echt een fantastisch dier. Dit is Ferry. Ferry is een steppenveraan. Is 4 jaar oud nu. Iets kleiner dan een meter. Maar hij is echt fantastisch. Hey. Ja, die is gaaf, hè? En die heeft dus een best wel groot verblijf. Speeltjes erin, want ze zijn echt knetterslim. De lamp
niet zo heel mooi daar, maar het is wel een stevige lamp trouwens. Het moet wel flink warm worden. Hij is ook lekker aan het graven geweest, zoals je kan zien. Nou ja, dit is zijn hele mooie bak. Hij zit meestal hieronder. Je ziet de staart daar ingaan. Daar heeft hij een hele mooie schuilplek voor zichzelf gemaakt. De waterbak is gewoon aluminium schaal. Maar dat werkt perfect. En ja, dit is echt, echt een fantastisch dier. Kijk, joh. Wat een dier. Supermooi. Ja, nou kom er maar even uit. Nou, hij loopt hier wel eens rond als ik de dieren aan het verzorgen ben. Ja, wat ruik je? Ja, ik heb muizen en ratten vandaag vastgehouden, dus hoop niet dat hij in één keer in mijn vingers hapt. Mooi, hè? Hey, en ja, dit was eigenlijk de tour. Wat meer heb ik niet te laten zien. Zo, ferry eventjes weer terug. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om eventjes de upgrades allemaal te zien. Dus vooral deze nieuwe bakken. En ja, ik ben er zelf echt heel blij mee hoe het is geworden. Laat me eventjes weten in de comments wat jullie ervan vinden. En volgende week, of nou eigenlijk overmorgen, is de beurs. En volgende week of die week erop, dan laat ik ook mijn aanwinsten van de beurs zien. Want ja, ik denk niet dat ik met lege handen naar huis ga. Zeker niet met zoveel lege terraria. Dat moet, daar moet gewoon wat in natuurlijk. Dus hou dat in de gaten. Druk even op die abonneerknop. En dan zie ik jullie volgende week.